Morning, yoga teacher training dag 22. Ik kan het niet geloven, over een week is het gewoon klaar. Gisteren kwamen zij er ineens mee, hun tweeën, dat we op zondag gingen vasten. Dus ik dacht al, excuse me, niemand heeft mij iets gevraagd. Ik geloof over het algemeen ook niet echt in detoxen, omdat je lichaam grotendeels een zelfreinigend orgaan is en bla 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 bla. Maar ik had erover nagedacht en ik dacht van, nou, ik kan het altijd een keertje proberen. En net kwamen ze dus met van ja, zondag op onze vrije dag gaan vasten. Ik zo, sorry, op zondag, vrije dag, vasten. En toen zeiden ze van ja, want we hebben zondag toch een vrije dag. Dus ik zeg nee, we hadden toch zaterdag een vrije dag, want op zondag is alles gesloten, bla bla bla. Zeiden ze nee, we hebben gewoon zondag een vrije dag. En ja, we gaan niet vasten op een dag dat we yoga doen. Dus ik zei nee, sorry, ik ga echt niet vasten op een vrije dag. Dat gaat me gewoon te ver. Op een vrije dag wil ik gewoon iets leuks doen en ja, gewoon, weet ik veel, McDonald's eten of zo. Ik ga echt niet vasten op mijn vrije dag. Nee. Ik ben nu echt disturbed, zoals ze dat zeggen. En zeiden van, ja, nee, jij kan het gewoon doen wat je wil. Dacht ik echt zo van, ja, ik ga ook inderdaad zeker doen wat ik wil. Dus ik ga gewoon op zaterdag denk ik een vrije dag nemen en dan op zondag een keertje vast te proberen. Hoewel ik sowieso echt niet van het vasten ben. Oké, rant alert. We gaan nu naar een vriend van Saji. Ik denk om daar iets van yoga te doen of zo. Omdat mensen moe waren. Dus ja, gewoon een relaxte ochtend vandaag. Kijk, bananenbloemen. Je kan deze banaan dus blijkbaar niet eten, maar die bloemen wel. Oh, vet cool. Kijk, we gaan met de ferry. Whee! En dan zijn we aan de overkant. Volgens mij gaan we ook met deze bus. Eens even kijken. Ja, dus denk ik. Ja. Oeh, dit is een cute bus. Kijk al die versieringen daar. Ik ben echt zo gek op de muziek in die bussen. Dit is echt gewoon het gevoel dat je in een film zit. Saatjes is een watje. You're in a movie. Take a picture. Your beard. Ik kan oprecht niet uitleggen waarom India zo magisch is, maar het is alles bij elkaar. De muziek, de mensen, de bloemen, de goden, de verhalen over de goden, de kleurtjes. Ik ben zo verliefd op dit land, dat is zo mooi. En we lopen nu in een buurt, daarachter zijn de backwaters, maar dat is nog niet hier. Peper groeit gewoon in de tuin. Kijk. Peper in je voortuin. En Saatje vraagt nu of we het mogen proeven. Oeh, kijk nou. We gaan peper proeven. Bij dit. Groene peper. Oeh, vet lekker. This is really nice. Ja, yeah. En dit lijkt peper met fresh peper. Het is peper, maar gewoon veel lekkerder. Kijk nou. Echt awesome. En dit is jasmijn. Do you make jasmine tea from the leaves? No, from the flowers, van de bloemen, wordt thee gemaakt. Maar dit is wel de jasmijnbloem, of jasmijnplant. Kijk, snel. Het is hier zo rustig. Unbelievable. En vet grote huizen. Voor India zijn dit echt gewoon gigantische mansions. Ja, voor Nederland ook hoor, trouwens. Maar ze hebben hier blijkbaar de ruimte. We zijn er. Even kijken hoor. Zijn vriend is dus een journalist. En als je een beetje van vintage en een beetje van boeken houdt, dan... Ik weet niet, ik vind het gewoon een heel mooi plaatje. I love it. Ik zou dit zelf nooit in mijn huis hebben, maar ik vind het er zo prachtig uitzien. Deze journalist heeft dus superveel awards gewonnen, omdat hij een onderzoeksjournalist was. En zelfs een hele grote, rijke swami daar onderzoek naar heeft gedaan en daarover heeft geschreven. Omdat die man meisjes misbruikte en betrokken was bij de maffia en zo. Ja, met risico voor eigen leven heeft hij toch dat verhaal geschreven. En daar heeft hij dus allemaal awards voor gewonnen. Super vet. Saji's vriend was op stap. Wat op zich wel goed is, want hij is ziek en hij voelde zich vandaag goed. We hebben even gewacht, maar nu gaan we toch weer terug. Check, wat een vette plant. Het heet letterlijk raak me niet aan. Check. En dan gaat hij dicht. En hij gaat niet dood hoor. Na een paar minuten gaat hij weer open. Kijk, die hadden we zeg maar net aangeraakt en dan gaat hij weer open. Waar? Kijk nou. Dit is echt heel cool. It makes me feel, do you know that movie Avatar? Ja, het lijkt me veel lekker mijn avatar. Indian amandelen. Als je het opdroogt en het breekt, dan heb je gewoon amandelen. Cray. En
En we zijn weer terug bij de veerboot. Kijk nou, hoe adorable. Luna gaat op de foto in de tuk-tuk met de tuk-tuk driver. Oeh, zag je de Indian head bubble die ze doet? Een kaneelboom. Een kaneelboom. Als je deze blaadjes, als je ze zeg maar een beetje tussen je vingers verplettert, dan ruik je gewoon kaneel. En onze kaneel wordt dus gemaakt van de boomschors. Daar zo. Hoe vet is dit land? I just can't. We zijn de anatomie van het lichaam aan het leren en een coconut als snack. Ik vind het super fascinerend trouwens hoe je lichaam zo in elkaar zit. Wow, kijk ze nou. Holy schmeckers. Ik moest weer lesgeven en ik ben dood. Het was echt een volle bak klas. Ik denk 8-9 man. Saadje die lippen doorheen te tetteren. Je doet dit niet goed, je doet dat niet goed. Bla 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 bla. Op een gegeven moment word ik echt gewoon kwaad. Want ik dacht echt van ja, dude. Ik kan het alleen maar leren als ik het fout doe. Maar het is uiteindelijk wel goed gekomen. Ik heb mezelf weten te kalmeren. Klas ook gewoon afgemaakt. En ja, gewoon ook wel gelachen tussendoor. Maar ik denk dat ik hier nou op zich wel ook klas aan kan. Yes, ik heb zoveel zin in het eten. We hebben daar boontjes, dal, bruine rijst, gewoon zelf vliesrijst. Hier, oh yes, pancakes, come to mama. En couscous en nog meer sprouts. Dit zijn kiemen dus. Niet spruitjes, maar kiemen. Okido, de bom is ontploft. Saadje kwam naar de les nog een keer naar me toe. Toen begon hij dus weer een discussie. Met de opmerking dat een aantal mensen naar hem toe waren gekomen over mijn negatieve energie. Aan de andere kant, er zijn letterlijk 4 of 5 mensen naar mij toegekomen. En die zeiden, wat een leuke les, heb je echt goed gedaan, bla bla bla. Dus ik had er gewoon geen boodschap aan. En dat werd een hele, hele flinke discussie. Er zijn 2 dingen. 1, je bent mijn ego aan het afbreken, vind ik helemaal prima, daar leer ik heel veel van. 2, je probeert me iets te leren en de manier waarop je dat doet, dat is gewoon niet de juiste manier. Ik heb zelf les gegeven, ik heb heel veel psychologische artikelen gelezen over wat de beste manier is om mensen dingen te leren, om kinderen op te voeden. En de manier waarop hij het doet, is hij me gewoon angsten aan het aanpraten en ja, gewoon complexen, waar ik gewoon totaal niet op zit te wachten. Dat weet ik en daar ga ik me gewoon niet bij neerleggen. Dus ja, daar kwamen we gewoon niet uit. We zijn toen wel een sapje gaan drinken. Hij zou eigenlijk eerst niet meegaan. We zijn nu onderweg voor een sapje. Samen met Saadje, Roberto en Luna. Kijk wat een schattig saprestaurantje. Salty lemon juice. En Roberto en Luna hebben zoete sinaasappel. Sap. En ja, Saadje heeft gewoon water. Ineens ging hij wel mee. En ik dacht, ja, maar oprecht, ik heb je gewoon niks te vertellen. Want ik vind gewoon dat je verkeerd zit. En ik weet van mezelf dat ik gewoon niet heel graag boos had willen worden. Maar ik blijf bij mijn punt dat jij gewoon nu verkeerd zit. Dus ik heb net heel lang met Stefan gebeld en uitgelegd wat er aan de hand was. Heel lang met Nadine gebeld. Uitgelegd wat er aan de hand was. En Stefan die kwam wel met een goed idee van, joh, ga morgen lekker even ontspannen. Want dat moet je dus ook tijdens een houding doen om verder te komen in die rek. En ik vond dat eigenlijk wel een heel goed idee. Want ik ben over het algemeen ben ik een pitbull. Laat ik me absoluut niet snel uit het veld slaan. Dus ik zou morgen ook gewoon gaan. Maar ik vind het nu wel gewoon een heel goed idee om eventjes gewoon gas terug te nemen. En ik ga morgen gewoon niet. Iemand was net ook op die deur aan het bonzen. Omdat ik hem van binnen dichtgeschoven had. Kan zijn dat het de neefjes van de familie zijn. Maar ik ben echt als een dood dat Saadje weer voor de deur staat. En dan, dan zie ik wel waar het schip strandt. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Welterusten en tot morgen.